kijkt naar deze video. In deze video ga ik een Bob Ross tutorial volgen. Bob Ross was dus een schilder. Hij is inmiddels overleden. Ja, hij heeft dus op YouTube heel veel tutorials staan. Waarin hij eigenlijk gaat schilderen en uitleggen hoe je dat moet doen. Dus vandaag ga ik zo'n tutorial volgen. En ja, sinds we in quarantaine zitten ben ik een beetje into het schilderen gekomen. En gisteren heb ik dus dit mooie kunstwerk hier gemaakt. Dit heb ik wel gewoon zelf bedacht, zeg maar. Of een beetje gewoon gevolgd van foto's die ik zag. Dus ja, ik ben best wel trots op dit mooie kunstwerkje wat ik gisteren heb gemaakt. Dus ik dacht, waarom proberen we gewoon niet een Bob Ross tutorial te volgen? Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Oké, dit is mijn setup voor vandaag. Ik heb hier mijn bureau even helemaal leeg gemaakt. We hebben een beetje tegenlicht, want daar is mijn raam. Maar ja, ik ga proberen om het goed te filmen. En ik heb dus een canvas. Deze is van de Xenos. En dit is 40x50 cm. Dan hebben we dit zakje met allemaal verf. Dit is gewoon verf van de Action, jongens. Je kan ook gewoon met verf van de Action mooie schilderijen maken. En dit is gewoon acrylverf dus. Dan hebben we twee grote kwasten. En dan nog wat andere schildertools, kwasten. En deze dingen, die heb ik gewoon gekocht bij de Action. We hadden ze eigenlijk al thuis, maar ik dacht, ik koop deze eventjes voor verf. Want dat was maar 1,30 euro of zo. Oké, ik ga eventjes op mijn laptop. Oké, ik heb hem opgezocht. En hij heeft echt mega veel tutorials, maar ik ga de tutorial Hint of Springtime volgen. Oké. Ik ga maar gewoon beginnen. Ik ga gewoon steeds kijken wat hij doet en het nadoen. Dus let's go! Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shibboom, and hope we'll make it all.
best, maar laten we zeggen dat het niet mooi is. Dus hier stopte ik gewoon met filmen. Want ik moest er opeens allemaal groen bij doen en bomen. En ik had niet de goede kwast, dus het ging helemaal fout. Maar dit is het resultaat.